Heel belangrijk voor een boek is de titel. Sommige boeken verkopen alleen al veel dankzij de titel. Bijvoorbeeld in mijn geval Het mooie kotsende meisje, Vrouwen met een IQ en De kus in de nacht. Maar op een bepaald moment wilde ik ook een boek schrijven dat specifiek heel goed zou verkopen in Hamme. Dat werd Kaloemerkes in de Zep. Dat verkocht inderdaad fantastisch in Hamme, maar helaas niet daarbuiten. Maar in Hamme zei iedereen tegen iedereen, je moet zeker het nieuwe boek van Brusselmans kopen, Kaloemerkes in de Zep. Daar begrepen ze dat dat betekent kikkervisjes in de goot. En symbolisch bedoelde ik, wij zijn allemaal kikkervisjes in de goot. En in de goot horen we natuurlijk niet thuis, we horen thuis in het heldere water. Dus we zijn allemaal misplaatst in onze levens. We zijn allemaal kaloemerkes in de zep.